fijn dat we hier kunnen zitten. We gaan het hebben over bureaucratie. Daar komt een congres aan over ontregelde zorg. En de belangrijkste vraag is, wat vindt u daar nou van, de bureaucratie in de zorg? Nou, zolang als ik in de politiek actief ben, ik begon 25 jaar geleden, een van de eerste onderwerpen was, kunnen we niet iets doen aan die bureaucratie? En wat je ziet is dat we eigenlijk teleurstellend zijn, 25 jaar verder, nog steeds met dezelfde vragen worstelen. Ik denk dat het roer moet om heeft laten zien dat eigenlijk de enige manier om het op te lossen is van onderop en anders kijken. Als wij van bovenaf gaan afkondigen hoe het gaat, dan komt het niet goed. Je ziet al dat het heel erg afhangt van het fanatisme van de beroepsbeoefenaar zelf aan tafel, of het wat wordt. Ik denk onder de zorgprofessionals heerst toch ook ernstig het idee dat de marktwerking heeft bijgedragen aan aan dat gegenereerde wantrouwen en door de positie van de zorgverzekeraars. Sinds hoe men zich in het veld tot elkaar verhoudt. Ziet u dat ook zo? Nou, ik denk dat er in de huisartsenzorg helemaal geen marktwerking is. Want het voldoet eigenlijk bijna in geen enkel opzicht aan de markt. En ik kan vertellen dat in centraal gereguleerde ziekenhuis- en zorgsystemen de bureaucratie niet minder is. Dus het wantrouwen zit altijd in partijen die het met elkaar moeten doen. De tijdgeest is heel erg dat alles transparant moet zijn. En dat transparante, dat wordt heel erg vertaald naar meetbaar zijn. Dat meten, dat genereert natuurlijk data en dat genereert weer opschrijven. En dat genereert weer andere groepen die controleren van wat er gebeurt, is dat ook wat er gezegd wordt wat er gebeurt. En wij hebben het gevoel dat dat doorschieten in die transparantie ook één belangrijke factor is voor de bureaucratisering. Ik denk dat de patiënt van nu is echt niet meer de patiënt van 40 jaar geleden. De dokter is veel meer partner geworden van de patiënt dan dat die hiërarchische relatie. Maar de dokter heeft wel kennis en informatie die de patiënt niet heeft. Mm-hmm. En de patiënt weet weer hoe zijn lijf werkt. Dus die samenwerking is ontzettend belangrijk. Ik vind dat daar in opleidingen veel aandacht voor moet zijn. Dat de dokter wordt steeds meer zeg maar een soort partner van de patiënt, waarin het gesprek veel belangrijker is. Want wat je echt ziet uit onderzoek is, als er een goed gesprek is, dat patiënten veel beter begrijpen waarom je wel of niet iets doet. Ja. Dat is ook de reden waarom we dat goede gesprek proberen te stimuleren, ook vanuit het departement, door ook te zeggen, als je dat gesprek voert, kun je dat ook declareren. Het is niet alleen dat als je iets doet, dat je kan declareren, maar ook als je luistert en niks doet, dat je dat kan declareren. Dat is een belangrijke taak van een arts. Ik denk dat meten is een illusie. Mm-hmm. Wat je moet doen is met elkaar afspreken wat willen wij van elkaar en waar rekenen we elkaar op af. Als de sector, in dit geval, in jullie geval de huisartsen, onderling zeggen wij doen een visitatie en wij halen daarbij de huisartsen die niet functioneren er zelf uit, die rekenen wij zelf af. Dan heb je al die anderen die van buitenaf met checklists komen niet nodig, maar dan zul je dat zelf moeten organiseren. Mm-hmm. Begrijp ik het goed dat als uit zo'n proces, wat hopelijk nu gestart gaat worden, zou komen, dat ziekenhuizen zouden zeggen van accreditatie, dat doen we niet meer. Net zoals in Denemarken, hè? Dat schaffen we af, dat proces. Er komt iets anders voor, hè? Want professionals willen zichzelf natuurlijk controleren. Hoe zou VWS daarop reageren? Wij hebben nooit gezegd dat je moet accrediteren. Sterker nog, wij hebben gezegd, jongens, pas nou op, want als je stapelt en stapelt en stapelt, doe je jezelf ook ongelooflijk veel administratieve lasten aan. Ja. Uiteindelijk constateer ik dat er behoorlijk wat, ook vaak uit het buitenland komende accreditaties zijn, waar ziekenhuizen zelf toe beslissen dat ze daar aan voldoen. Kijk, als het ziekenhuis denkt dat dat een manier is om de zorg te verbeteren, hebben wij niet gezegd als VWS, dat mag je niet doen. Veel mensen zeggen defensieve geneeskunde is aan het toenemen in Nederland. Hè? En dan hebben we een soort schrikbeeld van Amerika, bij wijze van spreken. Dus dat er allerlei handelingen verricht worden die eigenlijk niet zinvol zijn voor de patiënt, maar gedaan worden om te voorkomen dat het mogelijk je aangeklaagd wordt of beschuldigd wordt van een fout. Van dan gaat een keer iets fout en dat wordt enorm opgeblazen. En dan krijg je toch een soort natuurlijke reactie. Hè? Dat een volgend iemand die denkt, nou dit wil ik niet meer hebben. Protocol hebben. En dan moet ik protocol, dus ik ga me daaraan houden. Want als ik me moet gaan verantwoorden waarom ik het niet gedaan heb en ik heb me niet aan het protocol gehouden, dan is dat ernstiger. En dat maakt een beetje die defensieve geneeskunde. Ik denk wel dat het, kijk, zorg staat heel dicht bij mensen. Je hebt allemaal met zorg te maken. Mm-hmm. Dus het is ook een heel hot onderwerp om misstanden naar boven te halen. En daarvan zie je heel vaak dat er gebeurt iets en wij vragen dan in de politiek om een regel. Want het mag nooit meer voorkomen. Mm-hmm. Maar als we voor alles een regel gaan maken,
dan krijg je precies wat er in die regelreflex is. Mm-hmm. Incident, regel, stapeling van regels. En eigenlijk weet niemand meer wat nou het beste is om te doen. Ons basisidee voor die schrapconferentie is alle schrappen, behalve waarvan bewezen is dat het de patiënt er baat bij heeft. Regels moeten zich weer bewijzen waarom ze er überhaupt in mogen. Wat vindt u daarvan? Ik vind het echt geweldig dat jullie deze tweede stap zetten. Omdat je dan nog eens een keer scherper kijkt. Mm-hmm. En misschien nog eens een laag dieper gaat. Met waar, wat zit er nou eigenlijk achter deze regel? Mijn belangrijkste boodschap is, dit is zo lastig en zo moeilijk, dat ik adviseer, gooi alles eens uit het raam en ga eens helemaal opnieuw beginnen. En kijk dan eens wat je over hebt. En volgens mij zou dat best nog wel eens verrassende resultaten kunnen geven. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Ja, bedankt. Leuk.